Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg. Goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Brabant Vandaag. Moeder zijn en dat combineren met een eigen bedrijf. Dat is een hele prestatie en een prijs waard volgens Love Magazine en eigenbaas.nl. En laat het nou net zo zijn dat we hier aan tafel gewoon een van de genomineerden hebben zitten. En dat is een Bredase, dat is Ingrid. Welkom dat je er bent, fijn dat je er bent. Is dat ook echt een nominatie waard, vind je? Absoluut. Waarom? Mensen zeggen wel eens altijd, het is niet heel makkelijk te combineren. Daar ben ik het niet altijd mee eens. Maar je moet wel ooit wat je grenzen verleggen om het goed te kunnen combineren. En dat is jou gelukt, daar praten we zo meteen verder over. Maar eerst gaan we het even hebben over 24 juni, want dan opent het nieuwe Jeroen Bos ziekenhuis haar deuren. En niemand minder dan prins Willem-Alexander zal daarbij aanwezig zijn. Aan tafel zit bij mij Gita, jij bent raad van bestuur van het Jeroen Bos ziekenhuis. Ja. En nou is het eigenlijk al zo dat sinds 2002 er pas toestemming al is verleend voor de tekeningen te maken van het nieuwe ziekenhuis. En dan nu, anno 2011, vrijdag is het eindelijk zover. Ja, daar verheugen. Voelt dat ook zo? Daar verheugen wij ons ook zeer op om ook officieel te openen. We zijn natuurlijk al wat langer nu in bedrijf. Maar het is natuurlijk gewoon een heel mooi moment om aanstaande vrijdag ook officieel door de Prins van Oranje de openingshandeling te zien verrichten. En dat markeert natuurlijk toch echt een kroon op het werk. Ook heel letterlijk eigenlijk, van al die jaren. Maar hoe kun je de prins regelen dat hij er komt? Ja, hoe regelen wij de prins? Nou ja, daar hebben we natuurlijk contacten voor ook om dat te doen. Maar ook, kijk, het is natuurlijk ook een heel belangrijk moment, omdat er drie oude locaties eigenlijk in één nieuw Jeroen Bos ziekenhuis bij elkaar komen. Waaronder ook de locatie Willem-Alexander. En dat is natuurlijk een belangrijke trigger. Toen dacht hij, daar kom ik. Jaren geleden inderdaad is ook de koningin heeft zeg maar met haar toen kleine zoon, daar zijn ook allemaal nog foto's van, heeft ook zeg maar de locatie Willem-Alexander geopend. En in die zin herhaalt zeg maar de geschiedenis zich. En nu komt Willem-Alexander het nieuwe Jeroen Bos ziekenhuis openen. En we hebben ook nog hele mooie foto's uit die tijd waarop hij op een kinderfietsje zeg maar door het ziekenhuis fietst. Dus dat is heel leuk om op die manier de geschiedenis zich te laten herhalen. En ook een extra aanleiding, denk ik, voor hem om het te doen. Ja, want je zegt net, er zijn wat ziekenhuizen gecombineerd. Dat is nu het nieuwe Jeroen Bos ziekenhuis geworden. Ja. Jullie hebben nog twee dependances, eentje in Boksel en eentje in Zaltbommel. Is dat voordelen voor de patiënt? Ja, nou, eigenlijk zelfs nog meer dependances. Want we hebben ook nog een polykliniek in Nieuwkuik. En we hebben ook nog, of daar zijn we ook mee bezig, in Rosmalen een locatie. En dat heeft zeker voordelen voor de patiënt, omdat het natuurlijk gewoon heel prettig is om, als het gaat om relatief eenvoudige diagnostiek, voor het maken van een foto of een controleafspraak bij de dokter, om dan ook dichter in de eigen omgeving een consult te kunnen krijgen of een foto te kunnen maken. Dat is heel prettig. En dan kunnen wij ook in samenwerking met de huisarts in dat gebied, in Zaltbommel, in Boksel en met andere paramedici, gewoon ook kijken wat daar nodig is en wat daar gewenst is. Dus het is heel prettig om naast zeg maar de zorg te concentreren op één plek, ook een aantal locaties te hebben die dicht bij de mensen thuis zijn en waar wij en waar onze professionals in goede samenwerking met de eerste lijn ook eigenlijk het zorgaanbod kunnen ontwikkelen. Ja. En dan hebben we het over die opening, 24 juni. Ja. Eigenlijk zeg je, het is al in bedrijf. Mensen thuis willen natuurlijk zien, wij hebben beelden. Dus we gaan eventjes kijken en misschien dat je even kan toelichten wat we daar gaan zien. Ja. Ben benieuwd. Ja, dit is het beeld vanaf de voorkant. Hè. De apotheek, die, als ik het goed zie, waar jullie nu zijn. Ook een apotheek die ook 24 uur per dag nu open is. Hè, dus waar ook in de avond, nacht en weekenden medicijnen verkrijgbaar zijn. Hier kom je binnen bij de hoofdingang. En daar hebben we een roltrappen naar boven toe.
Hier zie je zeg maar ons een nieuw verwijssysteem. En het heeft best, en ook nog tot op de dag van vandaag, is het best heel lastig om die verwijzing goed te doen. Maar daar helpen onze hostesses bij. En die zie je hier in beeld. Dat is ook nieuw. Dat is ook een nieuwe functie. We hebben natuurlijk een heel mooi nieuw systeem met aanmeldzuilen, waarbij patiënten zichzelf kunnen aanmelden. En het blijkt ook dat heel veel patiënten dat zelf kunnen. Het gaat heel snel, want hier zijn we alweer bij de tuinen. Prachtige mooie winkels. Tuinen. Winkels, een horecagebied. De kapel. Ook fantastisch met de oude ramen, gebrandstelde raam van Maaijes de Leeuw. Hier zie je de buitenkant van de kapel. En je ziet ook zeg maar het groen en de bomen. Dus het is ook gewoon een heel prettige omgeving om te zijn en om te verblijven. Hoewel je natuurlijk liever niet in een ziekenhuis bent. Nee. Dat mogen duidelijk zijn. Jullie gaan er eigenlijk vanuit dat zodra de mensen in een aangename omgeving verblijven, dat het herstel dan sneller gaat, toch? Ja, dat zeg je heel goed. En dat heeft ook een hele chique naam. Dat heet een healing environment. Wow. Dan moet het ook in het Engels, hè, want dan is het ook beter. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk toch wel zo, op het moment dat je ziek bent, kwetsbaar bent, dan is het natuurlijk toch heel prettig om natuurlijk ook hele fijne, goede zorg te krijgen van mensen en zorgprofessionals om je heen. Maar natuurlijk ook om letterlijk, ja, ik zou willen zeggen, verwend te worden en in een aangename omgeving te zijn. Verblijven. Ja. Ja, en dat komt natuurlijk toch echt wel je genezingsproces ten goede. En dat hebben we daar. Nou, geweldig. 24 juni dus. Aanstaande vrijdag zal de Koninklijke Hoogheid aanwezig zijn in Den Bosch. Ja. Voor de Brabanders die nieuwsgierig zijn, kunnen die daar ook naartoe? Die kunnen wel op afstand kijken. Maar we hebben natuurlijk op het officiële moment in het ziekenhuis een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ja. Maar, en dat zal natuurlijk goed afgezet zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat er wel degelijk een glimp van de prins op te vangen is. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Hebben jullie trouwens bij het Jeroen Bosch ziekenhuis ook speciale website voor kinderen? Een speciale website voor kinderen. Oeh, dat is een goede vraag. Dat zou ik zo niet weten. We hebben wel heel veel ook extra's ook in ons nieuwe logo voor kinderen gedaan. Maar in het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze daar nu mee bezig met een nieuwe website voor kinderen. Nieuwe en dat gaan website. We nu even kijken. Oké, nou leuk. Snel. Ja. Dag allemaal, dit is Koppensnelle van woensdag 22 juni. In het Eindhovens Dagblad is te lezen dat militairen bij een oefening een wietveld hebben gevonden dat verdekt stond opgesteld tussen de mais in Middelbeers. De aanvoerder ontdekte nog een veldje toen hij de politie wilde waarschuwen. In totaal bleken er zo'n 180 plantjes te staan. De politie heeft de boer verhoord. De gemeente Goorle heeft de meeste orgaandonoren. Ruim 33% van de inwoners vindt het goed als hun organen na hun dood worden hergebruikt. Dat is te lezen in het Brabants Dagblad. Uit cijfers van de donorstand die woensdag zijn gepubliceerd, heeft Goorle ook de meeste registraties van Nederland. Dus ook mensen die hebben laten vaststellen dat ze geen orgaandonor willen zijn. De plannen voor een asielzoekerscentrum in de gemeente Woensdrecht gaan niet door. Dat is te lezen in B in de Stem. De meerderheid van de raadsfractie sprak na een grimmige opinievergadering zich tegen de komst. Het plan was om in Ossendrecht of Putten een AZC te bouwen voor circa 500 asielzoekers. Ja, kinderen die in het Amphia ziekenhuis in Breda of Oosterhout liggen, kunnen van tevoren op een speciale kinderwebsite naar informatie zoeken. De kinderwebsite van het ziekenhuis is woensdag gelanceerd. Informatie over bloed laten prikken, even naar het ziekenhuis of onder narcose gaan. Allemaal dingen die voor kinderen toch erg spannend zijn. Nou, Breda is gevrijwaard van fraude. Wel is de administratie een zooitje, dat laat de KNVB weten. De bond eist dat het bestuur van de club zich voortaan actiever gaat bemoeien met de controle op de financiële papieren. En FC Den Bosch kan voorlopig blijven voortbestaan. De club uit de Jupiler League dreigde net als RBC Roosendaal failliet te gaan. Maar de gemeenteraad heeft besloten de noodlijdende club een handje te helpen. Ja, en de beste spareribs van 2011, die komen uit ons eigen Eindhoven. Slager Theo Berends ontving deze week zijn spareribs trofee. Dat is te lezen op de website van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie. Volgens de jury hadden de ribbertjes de perfecte vorm, zagen er goed uit en waren ze erg smaakvol. Als het aan de Europese Unie ligt, fietsen we er dadelijk allemaal als gele kanaries rond. Ze willen namelijk dat iedere fietser in een Europees land fluoriserende hesjes gaan dragen. In Frankrijk is het al jaren verplicht om 's avonds en buiten de bebouwde kom dit soort hesjes te dragen. Voor je het weet moeten we dadelijk ook de hond gaan aankleden voor we ze uitlaten. Who let the dogs out?
goed. Of Billy van de ghetto. Get back coffee, pas coffee. Get back, you play invest in Mongrel. Oh, gelukkig ben ik toch meer een kattenmens. Tot zover Koppensnellen voor vandaag. Graag tot morgen. Houdoe. Moeder zijn en dat combineren met een eigen bedrijf. Dat is volgens Love Magazine en eigenbaas.nl wel een prijs waard. Er zijn 7 dames genomineerd. En een van die dames, de Bredase Ingrid van Kasteren, zit hier bij mij aan tafel. Fijn dat je er bent, Ingrid. Heel erg gefeliciteerd met je nominatie. Dankjewel. Moest je jezelf opgeven of ben je opgegeven? Je kreeg in mijn geval in ieder geval een mailtje toegestuurd. Met de aanmelding van dat dus die procedure gestart zou zijn. En of je een aantal vragen in zou kunnen vullen. Dat heb ik gedaan. En vervolgens eigenlijk niet meer zo bij stilgestaan. Totdat ik anderhalf week geleden... Ik zat in de Franse Alpen om vrienden aan te moedigen voor Alpe d'Huez. En op 1600 meter hoogte. Ik kon heel slecht mijn mails uitlezen. Dus vervolgens lukte dat even. En toen zag ik een mailtje van... joh, je bent uit 150 kandidaten overgebleven. Samen met 6 andere dames. En of ik wel even voor 11 uur een paar foto's wilde mailen. Oh, dus dat zijn vakantietjes geworden. Dus nee, ik heb vlug naar Nederland gebeld en gevraagd. Om een foto door te mailen. Ja. Jouw nominatie is voor vrouwen die een eigen onderneming zijn gestart. Wat voor onderneming heb jij precies? Ik ben zelf fiscalist en ik heb samen met Helene van der Boom, zij is notaris, heb ik een notariskantoor en een estate planning in Breda. De meeste mensen kennen het wel vanuit de Rondweg, het grote glazen pand met een oranje, blauwe en groene verdieping. We heten De Partners en zijn ook gespecialiseerd in estate planning. En dat is een heel mooi woord voor iets wat ooit ook heel makkelijk kan. Het betekent het begeleiden van vermogen van de ene naar de andere generatie toe. En mijn aandachtsgebied is zorgen dat het belastingtechnisch goed gaat. Dus trouwen, overlijden, scheiden, bedrijven overdragen. Dat dus allemaal goed gebeurt. Ja. En hoe ben je erop gekomen het eigen bedrijf te starten? Ik werkte de eerste 15 jaar dat ik fiscalist was, werkte ik bij de wat grotere accountsbelastingadvieskantoren. Op een gegeven moment ging ik me specialiseren in estate planning. Jaren een landelijk boek over geschreven met een uitgever samen. Regelmatig dingen opgezet. En dan loop je op een gegeven moment tegen iets aan. Oftewel het feit dat toentertijd, het is alweer 9 jaar geleden, notarissen en fiscalisten eerder... Ja, mopperen op elkaar dan dat ze echt in mijn ogen samenwerkten. Terwijl voor dat onderdeel heb je die notaris en die fiscalist gewoon heel hard nodig. Dus ik riep op een gegeven moment van iedereen zet accountants en fiscalisten bij elkaar in een kantoor. Waarom nou niet die notaris en die fiscalist samen gaan zetten? Want ik vond het verschrikkelijk. Wat ik meemaakte is, man overlijdt, vrouw komt bij mij aan tafel. Hartstikke verdrietig en ik moet haar gaan vertellen dat het toch... qua belasting betalen, niet zo goed geregeld was als dat ze dachten. En dat is logisch. Hè? Notaris is civielrechtelijk opgeleid. Een fiscalist fiscaal. We missen allebei een stukje kennis van elkaar. Dus vandaar mijn gedachte, zet die twee bij elkaar. Iedereen zei logisch, maar niemand deed het in Nederland. En dus... jij dacht, ik heb toch... Ik ga het doen. Maar je had al een kind, hè? Je was tijdens je tweede zwangerschap heb je dat besloten te doen. Klopt. Nou, sterker nog, ik had dat idee al een tijdje. Toen was het zo tijdens mijn tweede zwangerschap, daar ging het een en ander mis. Waardoor ik dus echt, of tenminste de arts in het Amphia ziekenhuis, heel hard hebben moeten werken om mijn leven te houden. Ik ben redelijk nuchter, maar dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van... Oké, als je zwanger in een ziekenhuis ligt, verwacht je niet dat je er dood uitgaat. Dus dan moet ik ook maar de dingen doen zoals ik ze voor ogen heb. En wil ik ook... de rest van mijn leven gelukkig zijn. En ik heb toen eigenlijk besloten om in dezelfde maand als dat ik het kantoor begon te gaan scheiden, alles in één keer veranderen in mijn leven. En dat was wel spannend, want ik had een kindje van 2 en van 3 jaar oud op dat moment. En toen ben ik gestart op hoop van zegen. Ben je gelukkig nu? Ja. Ja? Ja, het is de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Ja. Wat biedt het je om zeg maar dat eigen bedrijf te hebben in vergelijking met het werken bij een groot kantoor? Ja, nou, het was voor mij natuurlijk vooral een stukje idealisme. Hè, dat ik het opgezet heb van het hoort anders te zijn in Nederland. De formule moet anders zijn. En mensen moeten gewoon vanuit een bepaalde discipline gewoon snel, efficiënt benaderd worden. En niemand vindt het leuk om erf- en schenkbelasting te betalen in Nederland. Hè. Mensen, ik heb wel eens gevraagd, vinden dat emotioneel gezien de ergste belasting die er in Nederland is?
is. Ja, ja, dus ja, dan kan ik maar beter proberen daar een handje in te helpen. Ja. Dat dat dus wat meer acceptabel is. En omdat het er niet was, werd ik een beetje noodgedwongen ondernemer. Ondertussen zou ik niet meer anders niet willen, hoor. Nee. En mensen zeggen wel eens van ja, een baan hebben en kinderen. Of een onderneming en kinderen. En dan denk ik, ja, maar ondernemer zijn geeft je ook een bepaalde ruimte. Hè? Flexibiliteit. Ja. Ja. Je moet wel wat dingen regelen. Maar mijn kinderen waren heel klein. Ik was heel blij met de automatisering op dat moment. Ja. Want ik had ze opgehaald. We aten samen als ze op bed lagen. Ging ik een kwartier later achter mijn computer zitten. We moeten echt stoppen, dames. Ik zie, dit kan nog wel een kwartier. Ja. We moeten niet vergeten te zeggen dat mensen nog op jou kunnen stemmen. Ja, absoluut. Dus, waar zijn ze? Ja, er is een heel makkelijke manier om te stemmen. Het is met een directe link. Dus www.lofonline.nl/Ingrid. Als u daarop gaat staan, tot 8 juli. Allemaal doen. Wij gaan er even tussenuit voor de reclame. Wij kletsen nog even verder. En we kijken ook even naar het weer voor de komende dagen. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt en er vallen af en toe enkele buien, opnieuw met kans op onweer. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestelijke wind is matig. Ook vrijdag volgen er opnieuw enkele buien met gemiddeld zo'n 18 graden is het vrij fris. Vanaf het weekend wordt het droger en loopt de temperatuur zondag alweer flink op. Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg. Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg. Goed dat je nog steeds kijkt naar Brabant Vandaag. De spoorzone in Tilburg is een veelbesproken gebied in de stad. Er is al heel wat gediscussieerd over wat voor bestemming het gebied moet krijgen. Eén ding is zeker, er zullen woningen komen. Maar wat voor woningen, dat weten we niet. Volgens de Partij van de Arbeid moeten particulieren hier zelf de vrije hand krijgen om te bouwen. En bij mij aan tafel zit Arjan Pronk, hij is raadslid van de PvdA in Tilburg. Arjan, wat is... Welkom, fijn dat je er bent. Wat wil de Partij van de Arbeid precies voor de spoorzone als het gaat om particuliere bouw? Nou, Partij van de Arbeid is voorstander van zelfbouw. Dat betekent dat mensen zelf hun huis kunnen bouwen. Particuliere opdrachtgeverschap bijvoorbeeld, dat ze dat in hun eentje doen. Of in groepsverband, dat heet dan collectief particulier opdrachtgeverschap. En wat ons betreft moet dat niet alleen in de buitenwijken van de stad een plek krijgen, maar ook gewoon midden in het centrum. En waarom is de PvdA daar voorstander van? Nou, de voordelen van zelfbouw is dat mensen allereerst gewoon het huis kunnen bouwen dat ze zelf willen hebben. En dat ze dat vaak voor een bedrag kunnen doen dat veel goedkoper is als dat je dat een bouwer moet laten bouwen. Een projectontwikkelaar. Want de winsten van de projectontwikkelaar kan je dan gewoon in je eigen zak steken. Maar zou het niet beter zijn voor de gemeente dat ze een beetje inzicht krijgen van hey, dan hebben we een beetje controle op wat daar nu gaat gebeuren? Nou, ik denk dat de gemeente heeft alle controle over waar en in de stad gebouwd wordt. Ze maken bestemmingsplannen. Ze geven precies aan op welke kavels er wel gebouwd kan worden, niet gebouwd kan worden. En of een opdrachtgever, een bewoner dat zelf gaat doen, of dat een belegger of een projectontwikkelaar aan de gang gaat, dat maakt voor de gemeente in zoverre niet uit. Dat er worden gewoon woningen gebouwd. Alleen als mensen dat zelf doen, komt vaak meer variatie, prachtige woningen en krijg je een beetje variëteit in de stad. Dat zou heel erg mooi zijn, want allemaal dezelfde huizen hebben. Dus er kan er gewoon een boerderij naast een prachtige herenhuis komen te staan. Nou, in sommige gebieden waar je welstandsvrij mag bouwen, kan dat inderdaad gebeuren. Nee, dat is en op sommige plekken geef je als gemeente gewoon aan welke kaders er zijn waarbinnen gebouwd moet worden. Dus dan geef je aan hoe hoog het moet zijn, hoe breed het moet zijn, of je dan wel of niet dakpannen moet gebruiken. In principe, dezelfde eisen die gesteld worden aan een projectontwikkelaar kan je stellen aan mensen die zelf een huis bouwen. In Almere is zoiets al gebeurd. Daar hebben we een filmpje van. Dan snappen we misschien thuis ook iets beter waar het nou om gaat. Laten we daar eventjes naar gaan kijken. Heel goed. Ik denk wel dat het hier een hele, hele leuke stad gaat worden, absoluut. De buren zeggen ook allemaal, weet je, we willen gewoon onze ideeën hier neerzetten. We hopen dat dit komt, we hopen dat dat komt. Dus ja, met z'n allen denk ik dat we gewoon echt een eigen wijkje kunnen neerzetten. Zeker weten. We zouden eerst niet bouwen. Het was eerst niet... Gewoon kopen. Ja. Eerst gewoon kopen. Maar toen bleken er ook kavels beschikbaar te zijn hier in Almere Poort.
Nou, dat leek ons wel een leuke opportunity om daarin te duiken. En, een beetje in het diepe, hè, eigenlijk. Heel erg in het diepe. Toen we hier kwamen, was eigenlijk gewoon één grote zandvlakte. En eigenlijk, als je terugdenkt, het allereerste begin was ook helemaal geen straat. Dus dan was het op een gegeven moment weer de kavelwinkel geweest en oh ja, de grachtenpand. Ja, dat komt in zo'n cirkel, want het is een cirkelidee, hè. En Jenny op een gegeven moment, ja, dat is hier ergens. Ik zeg, ja, nee, dat kan niet. Het idee, je hebt geen idee hoe het eruit komt te zien. Echt niet, absoluut niet. We hebben dit al eerder meegemaakt bij het Java-eiland. Dat was toen we daar kwamen wonen, dus op 12 jaar terug, was er ook nog niet echt veel. Qua infrastructuur, qua accommodaties voor scholen en winkelcentra's en dat soort zaken. En ook de wegen. Dus in principe hebben we het daar ook zien groeien. En ik denk dat dat ons ook weer geïnspireerd heeft om hier bezig aan de gang te gaan. En we zien ook dat dat vrij snel gaat, hè? Als het eenmaal meer gebouwd wordt. Dan komt dat infrastructuur, dat holt er eigenlijk achteraan. Dus het gaat vrij snel. Twee nichten van mij zijn komen kijken, hè, hoe dit allemaal in zijn werk ging. En die waren gecharmeerd. Die hebben gezegd, nou, dat is heel interessant voor ons. Die zijn nu ook een optie gaan nemen op een bouwkavel. En dit maak je natuurlijk nooit mee dat je gewoon een eigen straat kan creëren. Nou, niet een straat, maar in ieder geval dat je je buren kan creëren. Kiezen, uitkiezen, dat komt mij er nooit voor. Ga ik even kijken of dit gaat lukken. Ik ben zelf ondernemer, taxi-ondernemer. Ik heb al een paar mensen hier ontmoet. En best wel veel ondernemers die hier komen vestigen. Het heeft toch een bepaalde aantrekking dat ze hier hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen. Ja. Nou, we zaten ook met de buren te kletsen. Nou, wat komt hier nou? Komt er nou een Albert Heijn? Komt er iets in die richting? Nou, dat weten we nog niet. Nou, misschien moeten we zelf maar een winkeltje hier aan neerzetten met z'n allen. En ja, het geeft je wel het gevoel van je kan hier gewoon heel veel doen. Als je echt met een idee zou komen, volgens mij is het bij de gemeente indient en je bestemmingsplan. Ik geloof dat die kans er ook nog is dat ze je dat gunnen. Nou, ik vind het prachtig. Ik zie er naar uit. Mensen in Almere worden er erg blij van. Jij ook als je dit zo ziet? Ja, ik word er zeker blij van. Op de website waar dit vandaan komt, de Architectuur Lokaal, zijn meer filmpjes te bekijken. En je ziet dat mensen daar volledig in zitten. Dat ze het fantastisch, hun eigen ideeën tot uitvoer kunnen brengen in het huis dat zij voor ogen hebben. En dat willen wij nu ook heel graag een plek geven in de stad. Niet alleen aan de buitenranden, maar ook midden in de stad. Om gewoon het signaal te geven dat je in Tilburg ook je eigen huis kan bouwen. Nou, is de spoorzone. Dat wordt een gebied waar natuurlijk ook heel veel hoogbouw gaat plaatsvinden. Maar er is één strook in de spoorzone, dat is de Theresiazone, waarin we de achterliggende wijk in Tilburg, dat is Theresia, als het ware afmaken. Er komt nog één rijtje met panden, die pandsgewijs noemen ze dat, oftewel huisje voor huisje, worden neergezet. En dat is volgens ons een ideale plek om mensen zelf de kans te geven te bouwen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die een onderneming hebben, die fysiotherapeut zijn en beneden een praktijkruimte willen hebben en erboven willen wonen. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld een aantal gezinnen met elkaar zijn die zeggen, wij willen op een andere manier gaan wonen. En het huis dat we daarvoor nodig hebben, zitten we graag daar zelf neer. Maar moet ik me voorstellen dat het ook een beetje voor het hogere segment is? Is dat? Nou, dat hangt er dus vanaf waar je voor kiest. Particulier opdrachtgeverschap kan je heel goedkoop doen. En dat kan je heel erg duur doen. Eigenlijk net zoals elk huis in zoverre gebouwd kan worden. In de spoorzone is het wel zo dat de plek die wij een beetje voor ogen hebben, de Theresiazone, dat daar wat hogere, wat statere gebouwen moeten komen. Maar stel dat je dat met een aantal gezinnen gezamenlijk aan zou pakken, dan kan je daar natuurlijk heel betaalbare woningen van maken. Waarom zou de gemeente dit moeten doen? Nou, voor de gemeente zijn er een aantal voordelen. Het eerste voordeel is dat er variëteit komt in het woningaanbod. In plaats van allemaal blokkendoos die er hetzelfde uitzien, bepalen mensen zelf hoe het eruit moet zien. En vaak is dat heel gevarieerd. Mm-hmm. Tweede is de woonvormen. Mensen kiezen zelf een woonvorm. Er komen echt andere soorten huizen uit waar gezinnen bij elkaar wonen, bijvoorbeeld. En vervolgens zie je dat in deze crisistijd, daar waar nog steeds gebouwd zijn, is waar mensen zelf een huis kunnen neerzetten. Ja. Projectontwikkelaars krijgen geen geld meer van de bank om hele grote investeringen te doen. Maar mensen die gewoon zelf hun huis gaan neerzetten, daarvan weet de bank van tevoren dat er een koper is. Zij zelf namelijk. Is er vraag al bij de inwoners? Ja, wij hebben vorige week een discussieavond gehad. En het was erg druk. En er zijn veel mensen die dat fantastisch zouden vinden. Arjan, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio.
Heel veel succes hiermee. En tegen u thuis wil ik zeggen dat dit Brabant vandaag was voor woensdag. Morgen dan ben ik er weer en dan praat ik met Sterk in Smaak. En die weten alles over concepten op het gebied van eten. Hoort lekker morgen. Heen. Dankjewel. Okay. Goed uitgelegd. Ja? Ja. Wat is de status nu? Brabant vandaag werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg.